Ja, hallo en welkom bij Boos seizoen 7. En ook dit seizoen gaan we weer boze mensen onboos proberen te maken. En soms zet iemand zijn auto in om zich wat dichter bij ons te voelen. Maar hij is aan het opnemen, het scherm. En soms zet iemand zijn auto in om zich nog wat dichter bij ons te voelen. Ik hou een auto tegen die rijdt. En altijd komt het goed. Hey. Hey, en deze week is daar Thomas. Thomas, jij bent boos. Ja. Op wie? Artje Square. Goed, in het kort. Er is bijna 3 miljoen euro kwijt. En dat zit zo. Het bedrijf IQ Square haalde met crowdfundingsacties bijna 3 miljoen euro binnen. Maar ze brachten geen product op de markt en ze laten niks meer van zich horen. Ja, dan gaan wij maar eens langs. Dag vrienden, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. We zijn weer terug. Hallo Thomas, hallo. Goedemorgen. Er is 3 miljoen euro kwijt. Ja. Laten we meteen maar met het slechte nieuws beginnen. Dat is wel jammer. Ook dit blok van dit seizoen gaat er wel eens wat mis. Jawel, hè? Ja, Thomas, jij bent boos. Jij bent eigenlijk een van de gedupeerden van iSquare. Leg eens uit. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja, alweer ruim 1,5 jaar geleden heb ik via iSquare fietspedaaltjes gekocht. Ja. En dat zijn speciale fietspedaaltjes voor het wielrennen, waar een powermeter in zit. Dus dan kun je meten hoe hard hoeveel vermogen je trapt. Ja. En normaal zijn die dingen 1000 euro en zij komt het aanbieden voor 300 euro. Dat is een goede deal. Dat is een goede deal, ja. Dacht ik. En mijn vriend had het ook. Maar 1,5 jaar verder, veel contact, geen gehoor, niks geleverd en geen geld terug. Nee. En jij zegt, jouw vriend dat ook. Had hij ook van IQ Square? Of ja. Had hij? Ja, oké. Dus hij kreeg ze wel. Ja. Dus er is een lading geweest die wel geleverd is. Ja. Helemaal aan het begin, ja. Dan moeten we even een onderscheid maken. Want IQ Square heeft een lading geld binnengehaald via crowdfunding platforms. Backers, 10.000 mensen die hebben gezegd, hier heb je geld. En dan willen we uiteindelijk die trappers, zoals dat gaat bij investeringsplatforms. Jij hebt ze gewoon gekocht via de site van IQ Square. Klopt. Square, gewoon als klant eigenlijk. Bij een crowdfunding platform is het zo dat je als starter van het project kan je een bepaald drempelbedrag instellen. Dus wij moeten sowieso 3 ton ophalen voordat wij gaan beginnen met de productie van deze artikelen. En als je het direct bij de verkopende partij zelf bestelt, dan heb je meestal niet zo'n drempelbedrag. Dus via een crowdfundingsplatform koop je het eigenlijk onder de voorwaarde dat er voldoende mensen zijn die het idee ook supporten en die het product ook willen hebben. En anders dan krijg je vaak van het crowdfundingplatform je geld weer terug of het geld wordt helemaal niet van je rekening afgeschreven. Ja, en het is vooral opvallend even. Ja, we staan hier nou toch. Het gaat dus om 2 mannen, hè? Kees-Jan Klant en Wout Vleugel. Ja. Nou, die hebben al wel eens een gefaald project gedaan. Toen hebben ze dus die 3 miljoen euro opgehaald en het was echt overal halleluja. Dit is een van de grootste Kickstarter-projecten ooit in Nederland. Wat hebben ze dat goed gedaan? Is gewoon weg. Ja. Is, je bent niet de enige natuurlijk, dat hebben we even gekeken. Nee, er zijn best wel wat reacties. Ja. Ja. Het is gewoon gone. Bizar, toch? Ja. Dus, jij wil nu je geld terug op die trappers? Ja, absoluut. Dan zeg het maar. Nee, het geld terug. Oké, en dat is 304 euro. Ja. Ja, nou, dat is fors geld. Ja, nogmaals, je bent niet de enige. Als je het product nog niet hebt ontvangen en je wilt je geld terug, dan kun je je beroepen op je herroepingsrecht. En op basis van het herroepingsrecht moet je binnen 14 dagen je geld terugkrijgen. Wat het bedrijf nu aan het doen is, is in ieder geval juridisch gezien niet goed. Je spreekt iets af om een product te leveren binnen een bepaalde termijn. En in dit geval wordt of het product helemaal niet geleverd, of het product wordt veel te laat geleverd, of er wordt een ander product geleverd dan dat er is afgesproken. Dus in alle 3 de opzichten gaat het hier fout. Ik ben vooral heel benieuwd ook. Ja. Heb je dat niet? Dus die 300 euro die haal ik voor je terug. Maar ik ben ook benieuwd. Waar wie zijn, dus gegaan, wie zijn deze mannen? Waar is het geld? Waar hebben ze die miljoenen gelaten? Ja, hebben ze dan heel veel trappers thuis? Zijn ze in aan het zwemmen? Ja. Ik ga lekker niet verkopen, ik hou van mijn trappers. Is een scenario. Ja, zeker. Ik denk het, ja. Oké, Thomas. Nou, gaan we voor je regelen. Ja, top. Op zoektocht. Ja. Ja. Goed, de powermeters van IQ Square waren een hit op de crowdfundingsplatforms. Via Kickstarter haalde het bedrijf voor het powermeter idee meer dan 900.000 euro op. En via Indiegogo meer dan 1,5
8 miljoen euro. In totaal dus bijna 3 miljoen euro met de hulp van meer dan 10.000 mensen. Denk je, hoera, dat zijn veel trappers voor veel klanten. Maar helaas, zo ging het niet. Kijk, nou kan je investering via platforms als Kickstarter nergens op uitlopen. Maar IQ Square bood de producten ook al om buiten dergelijke platforms. Thomas kocht zijn powermeter namelijk via de website van het bedrijf. Daarnaast was het streefbedrag van de crowdfunding gehaald. En dus is het bedrijf daarom juridisch gezien verplicht het product te leveren. En dat doen ze dus niet. Ook online zijn veel klachten te vinden. Er is een Facebookgroep voor boze klanten met 465 leden. Het magazine Fiets schreef vorige maand al een artikel over de praktijken van IQ Square. En daaropvolgend zouden de aangiftes al binnenstromen. Nou, IQ Square is opgericht door Kees-Jan Klant en Wout Vleugel. Dit zijn ze. Twee uitvinders die zich eerder onder andere bezighielden met innovatieve windmolens. Een project dat ook niet al te soepel verliep. Hoog tijd om deze twee mannen een bezoekje te brengen en te vragen waar de 3 miljoen euro aan investeringen is gebleven. Oké, hier staat het bedrijf ingeschreven. Ja. Op B, hè? Ja, B. Dat is 24B. Ze hebben weinig zin in pottenkijkers. Nee. En het alarmsysteem klepje zit open. Je hoort dat niet echt, hè? Als ze de bel uitgezet hebben, dat is echt zo'n classic truc voor mensen die geen zin hebben in bezoek. Maar ik heb het idee dat Q-Real daar zit. Zie je, dat is hetzelfde logo wat daar voor het raam staat. Is dat niet ook? Q-Real? Ja, het is wel weer die Q. Ja, daarom. Maar ja, dat zegt ook niks. Dat is wel de minste. Maar het is toch raar dat er zo'nzelfde soort start-up hier in dit gebouw zit? Ja, we duiken ter plekke even samen met de redactie in Q-Real, het bedrijf wat op de auto voor de deur staat. En daar schreef tijdschrift Fiets al eerder iets interessants over, namelijk het volgende. Wij citeren, ter plaatse valt hem, en dat gaat over de verslaggever, iets op. Een auto met decals van de start-up Q-Real. Dat bedrijf maakt laadstations voor elektrische auto's, is opgericht op 12 maart 2020 en huist in hetzelfde pand. IQ Square-oprichters Kees-Jan Klant en Wout Vleugel zijn bestuurders bij Q-Real. CEO is Astrid Peters, die tot maart 2020 brand director was van IQ Square. Datzelfde Q-Real lanceerde op 16 juni 2020 een kickstartcampagne die overigens op 24 juni onsuccesvol is beëindigd. Dat mag, maar de timing roept vragen op. Hoe kan het dat mensen die met IQ Square in crisis zitten in de tussentijd alweer een volgend bedrijf oprichten? Kortom, de mannen van IQ Square zijn alweer bezig met een volgend project. En we zitten dus goed op dit adres. Hier is een beveiliging. Oh, staat iemand boven? Ja? Staat iemand bij Q-Real? Oh, echt? Ja, die duikt niet weg. Ik ga even kijken daar. Even kijken of we er omheen kunnen. Is het dicht? Brandt wel licht. Ga je hier ook uit dan? Nee. Is er geen deur? Nee, maar ik zou wel. Zou ik erop klimmen? Ik wil ook de hele tijd ergens opklimmen, maar. Ik kan wel op het. Ja, dat is net te laag. Er staat daar wel een fietswiel. Ja, dat is een fietswiel. Nou, al slaap ik hier. Al moet ik hier slapen. Ze moeten een keer naar huis. Ze kunnen hier er niet uit. Huh? Ze moeten door de ene deur. Toch ja, ze hier moeten geen door deur, die voordeur, dus ze hebben geen achterdeur. Nou, dan moet ik hier naar buiten, toch? Zullen we eens even bellen? Ja. Een beetje Siewert-achtige guys ook, hè? Nee? Ja, zo hoor. Dat toch een compagnon kunnen zijn? Het nummer dat u heeft gebeld is nu niet bereikbaar. Ja, dat zal wel weer. Ja. Hey, kom eens praten dan! Zit hij stiekem een fotootje te maken? Ik zou duiken en al lezen. Goedendag, dit is de voicemail van 0610. Nee.
Oké. Okay. Kunnen we niet een telefoon aan die boom plakken? Even doen. Ja, nou ja, lekker ons filmen. Zeker doen. Nou ja, we kunnen toch zo hier? Ja, sorry, ja. Dat lijkt mij goed. Ja. Oké, ja. Het is weer ouderwets houtje-touwtje dit. Kan je dat hoor? Ja, maar het gaat wel werken. Ja, ja. Het gaat wel. Ik moet niet over het knopje. Oh ja, nee, niet over het knopje. Draait hij nog? Ja, ja, hè? Nog 10 minuten. Zo. Shortjes maken? Ja. Hallo? Ik ben gewoon benieuwd. Misschien moeten we het straks stiekem ook even bij de zijkant toch weer doen. Ja. Oh. Oké. Okay. Nou, eens even zien wat de score is. Nee, het is hier leeg. Zien we een IQ Square logootje of zo? Misschien moeten we naar de andere kant. Geef dat ding. Loop ik er zo langs. Oké. Kijk. Oké. Ik heb wat shots gemaakt. Ik ga scheuren, joh. Oké, okay, wat zien we hier? We zien een fietswiel. Ja. Oh, hier zitten mensen te werken. Ja. Het ziet eruit als een soort werkplaats. Ja. Okay. Zit dus wel iemand? Ja, er zitten, zijn wel mensen. Ja. Zitten er geen dingen in die auto die herkenbaar zijn? Ja. Iets wat we op Facebook of zo kunnen zien. Heb je het ook wel aan het opnemen? Oh ja, hij is aan het opnemen, het scherm. Nee, dan nemen ze ons op, denk ik. Ja. Grappig, ze bekijken ons dus via de camera's van de Tesla. Kunnen ze ons ook horen, denk je? Ja. Hey, we zijn op zoek naar iemand van IQ Square, omdat er een paar miljoen euro weg is. Hallo. En ik heb hier iemand staan die nog geld voor jullie krijgt. Of van IQ Square krijgt. En wij wilden graag even praten. Dus zoek ons. Bedankt. Goed, gezien niemand bij IQ Square de deur open doet en Kees-Jan en Wout in geen velden te bekennen lijken, doen we alsof we vertrekken. De Tesla voor de deur filmt ons immers. Maar in plaats daarvan gaan we op een afstandje van de voordeur zitten posten in de auto. Om vervolgens uren te wachten. En te wachten. En te wachten. En dan stapt daar opeens iemand het pand van IQ Square uit en de Tesla die ons filmde in. Dat in de auto. Ja, maar het is die andere Tesla, hè? Ja, maar het is wel die guy van Kees-Jan. Is het wel die in Ewout? Hallo, baardje. Ben jij? Ja, Wout. Wout. Even praten. Jawel. Doe even open, Wout. Wout. Ik hou een auto tegen die rijdt. Kom even praten, Wout. Oh ja, we rijden nu klem. Wij komen even over IQ Square praten. Ja, kom dan even uitleggen alsjeblieft. Ik heb hier een klant ook. Je hebt 3 miljoen investeringen opgehaald. Er is een nieuwe start-up. Nee? Er staat hier een klant. Kom maar even, Thomas. Ik krijg nog geld van je, 300 euro. Goeiedag. Hi. Ik wacht al ruim 2 jaar op een bestelling van jullie. Jullie reageren niet. Als binnen een jaar zou geld teruggestort worden als er geen levering ontvangen zou worden. Ook niet gezien. Dus, waar is die 3 miljoen euro, Wout? Wat zeg je? Maar ik wil niet met camera rekenen. Ja, maar Wout, luister. We gaan deze uitzending maken. Jij bent hoofdpersoon. Wout Vleugel. Dit is jouw gezicht.
Je krijgt nu de kans om dit uit te leggen. Waar is die 3 miljoen euro? Ja, daar hebben we ontwikkeling van gedaan. Oké, en waar zijn de producten? Daar zijn we nog mee bezig. Zijn we nog mee bezig, ja. Laat maar zien dan. Je durft ook 3 miljoen op te halen, je durft ook niemand terug te bellen, je durft ook vandoor te gaan en ook in de Tesla te rijden. Kom maar even eruit. Als jij zegt, ik heb een goede uitleg, kan je die nu komen doen. Ik heb een goede uitleg, maar ik wil het niet zo... Dan kom je die nu doen. Nou, doen we de camera even weg, dan wil ik het gewoon horen. Een afspraak maken. Nee, nee, nee. Dan ben je juist persoon erbij. Jij bent de juiste persoon. Laten we die afspraak vrijdag maken. Wat zeg je? Laten we die afspraak vrijdag maken. Nou, kom maar even vertellen. Dat kan ik voorbereiden, want ik ben niet de financiële man. Maar wat moet je voorbereiden dan? Nee, ik wil weten waar dat geld is, Wout. Dat weet ik. Oké, waar is dat geld? Leg me dat eens uit dan. Dat is aan ontwikkeling. Aan ontwikkeling. Besteed, ja. Ja, de laatste update was een half jaar geleden. Jullie zijn niet bereikbaar. Je hebt al heel erg gepocht. We zijn een grote start-up. Je koopt nu op onze site. He? Ik zie pakketjes op de Instagram. Die jullie al rondgedeeld hebben. Mensen die al wat ontvangen hebben. Dus het is gelul, ontwikkeling. Ja, dat is echt zo. En waarom hebben mensen dan wel al trappers gehad? Omdat we al een kleine serie hebben gedraaid. Oh ja. Ja. Maar die was goed genoeg? Die was goed genoeg, ja. Oké. Okay. Dus wat moet er dan nog ontwikkeld worden? Ja, dat wil ik je uitleggen op vrijdag, als ik op voor kan bereiden. Je stapt nu die auto... Ja, sorry, maar ja, al moet ik hier wonen. Waar is dit misgegaan? We hebben eerst een slecht fout ontwerp gehad. Oké. Okay. En dat heb je wel al verkocht? Nee. Oké. Okay. Je hebt het goede ontwerp verkocht. We zijn eerst met een ontwerp begonnen. Stap nou gewoon even uit, man. We filmen je nou toch al? Stap gewoon even uit. Ik ga niet op deze manier. Wil jij wat zeggen? Ja, dit kan ook niet op deze manier, toch? Nee. Ik heb niet eens meegedaan in Kickstarter. Het is gewoon een product wat ik bij jullie heb besteld. Je bent een boze gezicht van 10.000 klanten, ja. Dus zeg maar hoe het dan wel moet. Ook. Kom, geld terug. Dat kan ik voor je. Ik versta je niet. We horen niet wat je zegt. Heb jij lunch? Haal maar even. Honger. We hebben de tijd, toch? Yes. Ja. Lunch hier wel even dan. Nee, 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 nee. Echt niet. Hij is Kees-Jan aan het bellen. Zie je? Ja. Doe Kees-Jan de groetjes. Deze man denk ik ook. Kom je? Ik hoor niet wat je zegt. Ik hoor echt niet wat je zegt. Het waait heel hard. Het raam is dicht. Nee. Nee, nee, nee. Echt niet. Twee happen, gelijk een ander mens. Zo. Gaan de mensen hun product nog krijgen? Wat zeg je? Daar zijn we mee bezig. Wanneer? Dat kan ik niet precies vertellen. Waarom stap je niet uit? Waar ben je bang voor? Ik wil niet zo overvallen worden. Nee, maar jouw klanten willen niet zo belazerd worden. Nee, dat begrijp ik. Oké, vind je het fijn om dat even tegen Thomas te zeggen? Sorry. Oh, ik wil zeker sorry zeggen. Nou, kom dat even doen. Kom even sorry zeggen. Wat doen we dan? Vrijdag afspreken. Hoe laat wil je vrijdag afspreken? Om 1 uur. 1 uur hier? Ja. Kan je alvast even zijn geld overmaken? Dat wil ik doen, ja. Kan je dat nu even doen? Thomas, kom even, geef even je rekeningnummer. Dat kan je nu wel even doen, toch? Ik wil wel even zien dat je het overmaakt. Is je bevestigd? Ja. Oké. Okay. Hetzelfde als waar ik het dat over had gemaakt. Ja. Oké. Okay. Nou, die andere 10.000 klanten nog. Kunnen mensen hun geld terugkrijgen bij jullie? Ja, dat krijgen ze ook. Allemaal? Zoveel mogelijk storten we terug die het vragen, ja. Oké, okay, dus mensen kunnen geld terugvragen, dan krijgen ze het terug. Dat heb je net bevestigd dan. Toch? Zover wij dat kunnen, storten we terug, ja.
Oké, want hoeveel geld is er op van die 3 miljoen? Ik wil me daarop voorbereiden vrijdag. Oké, dus vrijdag 1 uur hier? Ja. Oké, je bent er wel, hè? Ik ben er. Oké. We hebben in ieder geval deze voor je. Dat is de... Elke dag dat jullie die mooie beloftes niet waarmaken, beginnen die miljoenen euro's die er mee gemoeid zijn toch iets meer te stinken. Geef ik aan jou. Wil je nog wat zeggen tegen je klanten? Nee, ik vind het een hele vervelende situatie en het spijt me heel erg voor iedereen die zo lang moet wachten. Ja. Oké. Zie ik je vrijdag hier om 1 uur, ja? Ja. Oké. Akkoord? Vrijdag 1 uur hier? Geen glazen, hè? Komt dinges Jan, Kees Jan dan ook? Oké. Ja, is goed. Zien we je vrijdag. Zie je vrijdag. Zie je vrijdag. Nou. Nou. Zo dan. Wout. Ja. Wat voor gay. Ja. Wat ik ervoor vond. Ja. Nou, in ieder geval, blij dat ik mijn geld terug heb. Maar, ja, ja. Geld terug. Dat is een ding wat eigenlijk het enige positieve eraan. Graag gedaan voor jou. Ja. Graag gedaan voor jou. Bedankt. Ja. En dan voor ons houdt het nog. Ja, we gaan nog even door. Ja. Ja, Wout was stellig. Die vrijdag om 1 uur zouden wij op het kantoor van IQ Square mogen komen. Kees-Jan zou er ook zijn, maar Kees-Jan dacht daar toch anders over. Goed, we zitten op de redactie van Boos. Ja. En niet op kantoor bij IQ Square. Dat is als volgt gegaan. Wij zeiden tegen Wout, kunnen we vrijdag om 1 uur afspreken? Nou, zei Wout, absoluut. Geen twijfel over mogelijk. Vrijdag 1 uur, niet gelukt. Want wij kregen een woedende mail van Kees-Jan klant. Ja. Dus Kees-Jan, nou, wat wil hij nou eigenlijk? Ja, nou ja, wij gaan natuurlijk waarschijnlijk aan ons publiek vertellen dat de mensen van IQ Square hun verhaal niet wilden vertellen. Dat we ze de mogelijkheid wel gegeven hebben. Feitelijk hebben we dat gedaan. Vrijdag om 1 uur en voor de deur. Ja, precies. Na 1000 klachten van jarenlang. Ja, maar eigenlijk wat Kees-Jan zegt, heb jij ons werkelijk echt die mogelijkheid gegeven? Dat vraagt hij zich heel erg af. Kees-Jan, luister. Als je 3 miljoen euro ophaalt, geld van mensen, van potentiële klanten, en daarna horen we een tijdje niks meer en gaat het allemaal mis en mensen willen hun geld terug en dat krijgen ze niet en ze kunnen je niet bereiken en er komt geen product, en op een gegeven moment heb je kans dat een journalist vragen gaat stellen. Ja, dan komen wij gewoon even langs. Ja, en Wout had ons makkelijk te woord kunnen staan. Heeft hij ook voor een goed deel gedaan. Ja, zou je vrijdag nog even extra doen. Vrijdag om 1 uur nog even met jou erbij. Jullie wilden het niet. Stop met janken. Ja, precies. Nou, nu weten ze dat er veel mensen boos zijn. Zijn ze dus blijkbaar wel van op de hoogte. Ja. Nou, prima. Want dat houdt de klantenservice flink bezig. 1 persoon, 100%. Ja, tip. Neem nog iemand in dienst. Ja, precies. Nou goed, verder hebben ze helemaal, we hebben er heel veel geld voor zelf ook nog in zitten. We doen er alles aan om producten te leveren. Nou, dat zal allemaal wel. Rond de 1 miljoen. Frustreert ze enorm. Ja. Het is meer een gevecht dat worden met de oorspronkelijke fabrikant die geëscaleerd is. Ja. Nou, dat kan. Waarom weet niemand dat? Nee, update je klanten. 10.000 mensen hebben geïnvesteerd. Mensen hebben bij je webshop dingen gekocht. Geef een update. Lang verhaal kort. We zijn niet langs gegaan bij Kees-Jan en Wout. Interessant om te zeggen is dat vlak na onze komst, want we waren er natuurlijk wel, was er opeens een update. Let op. Het is heel technisch allemaal wel, maar verder bieden ze wel een excuus aan dat ze zo lang hebben gedaan over een update. Ja, excuses. Ik weet het hoor, maar opeens zijn ze er dan met een update. Voor de rest is het eigenlijk allemaal veel duurder geworden dan ze hebben ingeschat. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. Ze hadden iets bedacht wat juist heel erg goed produceren moest zijn, maar het is te duur geworden. Ja, nou, dat kan gebeuren. Wat betekent dat? 1. De klant heeft zijn product niet. 2. Dan is misschien je vooronderzoek niet goed geweest. 3. Hier heeft een klant geen boodschap aan. En 4. Als je denkt dat de klant daar boodschap aan hebt, dan is het toch logisch om dat even te laten zien. Ja. Zou je zeggen. Er is volgens Kees-Jan iets met de productie aan de hand. En daarbij was het product al te koop op de website. Staat er nog een hele sectie met happy customers op de Instagram? Ja. Worden die dingen uitgedeeld en verkocht? Dus hebben mensen gewoon recht op hun geld terug als ze daarom vragen. Dat als ze het product nog niet binnen gehad hebben, dan heb je gewoon recht op je geld terug. Nee, en nogmaals, de mannen rijden wel een dikke Tesla. Ja. Zijn ook een volgende start-up, Qreal, begonnen. Maar die 3 miljoen euro, hoeveel geld ze er zelf ook in hebben zitten van de klant, die is nu weg. Het product is weg, er is niks. Dan even voor jou als klant. Wil jij je geld terug? Dan kan dat. Dan moet jij je geld terugkrijgen. Je zou ook kunnen zeggen, we maken er een collectieve zaak van. Dat werkt zo. Wat je ook kan doen als je niet
alleen die procedure wil aanspannen, dan kan je als collectief kun je die procedure aanspannen. Dus dan kunnen alle gedupeerden gezamenlijk een procedure starten. Daarvoor heb je wel een organisatie nodig, een stichting die de belangen gezamenlijk wil verdedigen. Dus dan moet je zo'n stichting vinden die die actie wil gaan voeren als collectief. En dan kan je je daarbij aansluiten als gedupeerde. Met andere woorden, en Wout zei het al, wie zijn geld terug wil krijgen, die kan zijn geld ook terugkrijgen. Daar heb je recht op. Ja, binnen 14 dagen moet jij gewoon je geld terugkrijgen als je mailt. Gewoon je geld terugkrijgen als je mailt. Onder in de beschrijving leggen we nog even haar fijn uit hoe en wat en waarom en hoe dat precies werkt. Weet je meer over IQ Square, omdat je klant bent, omdat je een backer bent, omdat je ooit wilde investeren, maar het ging doorgaan omdat je daar gewerkt hebt, of noem een reden, laat ons weten, boosbiedenvaren.nl. Dan zorgen wij, als er nog nieuws is, dat er een vervolg komt. Kees-Jan, tot snel, jongen. Goed, Thomas heeft zijn geld terug, maar van veel andere gedupeerden is dat geld nog steeds kwijt. Gaat het om jouw geld of weet je meer dan wij en wil je dat anoniem aan ons kwijt? Mail ons dan en doe ook meteen een melding bij de ACM. Via de link in de beschrijving kun je zien hoe je dat moet doen. En vind je een reactie van IQ Square. Ben je verder boos? Mail ons dan op boos@bnnvara.nl. Tot volgende week. Hi. Ga je bij wachten tot ik iets ga zeggen? Ja? Gaat niet doen. Nee? Oké, nou tot volgende week. Abonneer op ons kanaal. Dag.